Het was op de verjaardag van mijn zoon, dat weet ik nog exact, 25 november 1991, ben ik plotseling door een hernia geveld. En ik werd doorverwezen naar een neuroloog, die vaststelde dat het een goede, flinke hernia was die geopereerd moest worden. Na de operatie lag mijn arm, rechterarm lag lam en dat is sindsdien niet meer veranderd. En dat had vervolgens bleek oorzaak te zijn in die nekhernia die er dus toch wel degelijk had gezeten. Het heeft toen nog 10 dagen geduurd voordat ik daaraan ben geopereerd. Dat heeft aan het verbeteren van de arm niets bijgedragen. Wel gelukkig was ik de pijn kwijt uit mijn nek. Tot aan die tweede hernia-operatie in mijn nek kon ik redelijk goed lopen na de eerste operatie. Maar plotseling was er opnieuw een hernia in mijn rug. Daar moest ik ook weer aan geopereerd worden en vanaf dat moment kon ik eigenlijk niet meer goed lopen. Ik heb een walk-aid, dat is een van de laatste nieuwe hulpmiddelen. Maar het is eigenlijk bijna een wonder dat je been zelf omhoog gaat. Dat kon ik niet. Dat ik niet met mijn voet stoot aan de eerste de beste steen die op straat ligt. Want mijn voet wordt ook omhoog getild. En dat het bijna nog niet, het is nog niet perfect, want ik heb het nog maar kort. Maar dat het dus inderdaad zo regelmatig is dat het lijkt net alsof ik loop van zeg maar, de periode voor al die operaties. Maar het feit dat ik mede dankzij het proactieve beleid van Livit, die wanneer ze je goed in de gaten hebben en goed overleg met de revalidatiearts, jou adviseren en jou ook stimuleren. Want ja, je moet er wel toe overgehaald worden. Voor elk hulpmiddel moet je weer overgehaald worden. De eerste keer in mijn rolstoel, nou, dat was zweten. Ik heb het ook niet gedaan hier in de buurt, maar in Amsterdam kennen ze me niet. Scootmobiel, hetzelfde verhaal. En dankzij de revalidatiearts en dankzij de mensen van Livit, ja, het klinkt als reclame, maar het is het niet. Ik meen het echt, ben ik weer een beetje onder de levenden.